Hallo, ik ben Bart-Jan, de Hollander van Chessport. Als je ook weer kijkt naar wat voor soort spelers dit racket lekker zouden vinden, ben je echt een allround speler. Dames, heren, dubbelaars, singelaars, die kunnen met de ability het beste overweg. De Nanoflare Ability. Ook inderdaad met een wat slappere bespanning. Maar deze heeft een medium balanced en is ook medium stiff. Stijf. Je merkt dus inderdaad wel dat vanuit achterveld komt deze alweer wat makkelijker weg. Smashen gaat ook weer wat makkelijker. Zelfs je backhand achterveld kan je er redelijk goed mee spelen. Maar zowel in het middenveld als in het voorveld heb je er weinig aan. Klinkt zo negatief. Maar is het wel een stuk moeilijker. Ja, dus wil je wat aanvallender spelen, wat strakkere rally spelen, dan kan je met de ability goed overweg. Als je dan ook weer kijkt naar wat voor soort spelers dit racket lekker zouden vinden, ben je echt een allround speler. Dames, heren, dubbelaars, singelaars, die kunnen met de ability het beste overweg.